Petrus Consalvus werd in 1537 op Tenerife geboren. Hij leed aan de aandoening hypertrichose, dat is overmatige haargroei. Hij werd onder andere de weerwolf van de Canarische eilanden genoemd. Op 10-jarige leeftijd werd hij naar het hof van de Franse koning Hendrik II gezonden. Het was namelijk een hobby van de hoge adel om alles wat afwijkend en zeldzaam was te verzamelen in een rariteitenkabinet. Hij werd eerst voor een aap aangezien en bij de apen gezet. Hij werd onderworpen aan vele medische onderzoeken. Later zou hij een uitstekende opleiding genieten en een belezen man worden. Hij trouwde met de hofdame van koningin Catharina de Medici, Catharina Raffelin geheten. Hij verbleef ook aan het hof van de Habsburgse Nederlanden. Petrus en Catharina kregen 7 kinderen, waarvan er 4, Madeleine, Henrique, Antonietta en Horatio aan dezelfde aandoening leden. Zij werden als cadeau aan verschillende leden van de hoge kringen geschonken. Alhoewel Petrus als een edelman leefde, werd hij nooit als een volwaardig mens beschouwd. Petrus stierf in 1618. Zijn vrouw Catharina stierf 5 jaar later in 1623. Meer weten over andere mensen met hypertrichose die werden tentoongesteld? Lees dan het bijbehorende artikel over de freakshows. Een link staat in de beschrijving.